de kleinste. En dan moet je die kapot slaan. Wat is volgens u het belangrijkste nieuwsfeit van 2018? Er waren er wel een aantal waar ik nu onmiddellijk aan denk. En het meest frappante vind ik toch dat vorige week regering Michel 1 ontslag heeft ingediend. En dat omwille van heel dat debakkel rond migratiepact. Een politieke partij die maanden heeft meegewerkt, eerst een goedkeuring en dan maanden heeft meegewerkt aan een pact. Van de Verenigde Naties, Migratiepact, die dan zei, dit moet nog eens op het ministerraad komen en we gaan dat niet goedkeuren. En dat de Raad van State vorige week heeft bevestigd dat het eigenlijk al maanden geleden was goedgekeurd en dat er geen reden was tot het ontslag, bij wijze van spreken. Kwestie van fake news en perceptieoorlog en perceptiestrijd om politieke redenen, vind ik dat toch wel een feit van 2018 om u tegen te zeggen.